Yo, you know what? Come on. Yo. I might not always say the right thing, but I say what the fuck I feel. On the real. What the deal? Nieuws van de week. In het Veerse Meer zit... Waarom zit je nou weer in je BH? Kiri loopt constant met haar onderbroek. Zie je als een bikini? In het Veerse Meer zitten Japanse kruiskwallen. Ja. Dat doet me wel aan iets denken. Een kruiskwal. Ja, kruis, like. Maar dus, hoe, in het Veerse Meer in Zeeland zitten de Japanse kruiskwallen. Hoe komen daar Japanse kruiskwallen in het Veerse Meer? Oké, misschien waren er een paar Japanners die dachten van we gaan die kwalletjes meenemen. Maar, we gaan die maar zit er in het Veerse Meer ook nog ergens een opening dat ze vanuit ergens door kunnen stromen? Weet ik van, die zijn maar echt zo groot, hè? Ik vond mijn idee een beetje... Die zwemmen zo je piemel in, denk ik. Anders zou ze toch een Japanse kruiskwal eten? Die zwemmen zo je piemel in. Ja, dat denk ik. En dan, Sjaar, daar voel je hevige steken. Oh, dit is eng. Ik weet het. Dus, nieuws van de week. Niet zwemmen in het Veerse Meer, want er zitten Japanse kruiskwallen. Google de shit maar. Dus, de Tieteman heeft een nieuwe woning. Kijk, wacht hoor. Dit is een nieuwe huis. We hebben er maar gewoon een gevangenis van gemaakt. Zo, kijk. Een paar stenen, daar kan hij nog onder liggen. Als hij vervelend is. Dus, ja. Hier is hij lekker rustig, hè? Ja. Lekker rustig is hier. Yes. Dit is Moa. Moa is een... Godverdomme, zo'n kut, hè, konijn. Konijn is een beetje gegroeid. Maar hij is niet roze met glitters geworden. Dat vind ik een beetje jammer. What the fuck? Hij is wild, man. Ja, een wilde konijn. Hij kijkt naar me, hè? Zometeen dan ligt hij in één keer in mijn nek. Hij kijkt zo met één oog zo. Hoe? Zo. Ja, dat is alleen het been dat hij even zo begroet daar wil. Sinds wanneer hebben die zo lekker? Ze met hem gewoon zijn nagels lakken. Sinds wanneer? Hebben konijnen van die scherpe... What the fuck? Kijk, dit is jouw puppy. Ja. Ik heb een puppy gekregen. Konijnenpuppy. Hey, what the fuck? Ik word hier helemaal opgevreten door die beesten, maar ik ben er klaar mee. Ik ben hem agressief. Ja. Hij is bang voor jou. Nee. Waarom? Oh, hij komt. Pak hem. Hey, wil jij een kip? Nee. Zie, hij is bang. Bacardi, kom hier. Nee. Ja, Bacardi. Oh, die zit bij zijn mama. Oh, kut hond. Ik wil hem toe gooien of zo, weet je wel, zodat die kom. Ik dat ze even doen. Wat ga je gooien? Denk je dat hij komt naar de wasknijper? Ja. Die hond die was helemaal lijp van jullie, echt wel. Ah, die hond die was al lijp hoor. Kijk eens, Bacardi. Hallo Bacardi. Oh, pak hem. Pak hem nou, hij is licht voor je neus. Die dingen niet weg, die moeder. Die moet niet zo bang zijn voor die moeder. Ja! Laat me zien. Oh, Bacardi is bang. Hallo. Yeah. Oh, toen ze klein waren ze leuker, hè? Wat ga je mee doen? Dat weet ik nog niet. Hoezo, dat weet ik niet? Ik denk dat ik hem straks mee naar huis in mijn tas ga doen. Kijk je dat die uit mijn handen? Ja, oké. Kunnen we er niet een sleutelhanger van maken? Stoktok is er wakker wel aan mij. We hebben hier... Welke is Stoktok? Wat is Stoktok met zijn kuif? Ga je die lelijke zwarte nemen? Ja, ik wil sowieso Stoktok. Dat is Stoktok. En kijk. Is lelijk, man. Maar en dat is... Ik zou die daar zo, die met die spikkels, hè? Ja, daar. Die. Dat is wel een mijn. Die daarop vliegt? Nee, die met die spikkels. Is dat niet een haan? Hoe kan je zien dat het een haan is? Ja, hij heeft hier op zijn dingen, op zo'n kammetje of zo. Wil, heb je ook die roze kip? Heb je ook roze kippen? Roze? Nee, dan moet je even rustig geven. Oh, dat doet dat even. Hier. Hallo kip. Tok, tok. Tok. Doe je niet je vinger daarin, man. Maar maak ik zelf wel uit. Is dat mijn kip? Kippenbeschrijving. Wil. Hoe kan je zien dat het een haan is? Oh, dat kan niet, want er hebben er best veel een kuif. Je hebt een haan gepakt, Sjaar. Nee, Stoktok is geen haan. Er zit maar één kip in, man. De rest is allemaal hanen. Helemaal niet. Helemaal wel. Nee. Hier. Tok. Hé. Hey. Oh, er zit één haan in. Nee. En jawel. Die haan heeft de kuif. Hé, hey, kuifie. Je gaat een goed leven krijgen. Oké, okay, kip aan kip, dat vind ik echt. Dus kip.
Kip aan kip. Oh, dat vind ik echt niet kunnen. Ik dacht dat ik slecht was, maar dit is echt... Kip eten helemaal geen vlees, toch? What the fuck? Kip... What the fuck? Oh my god. Dus kip aan kip. Ze zijn ook gewoon vet aan het beesten om de kip. Jezus, Mina. Hallo. Dat is je broertje waar je aan het opvreten bent, hè? Je bent gewoon je moeder aan het eten, man. Oké, okay. Die beesten komen nu niet bij mij naar huis, hè? Kelly, dat is niet normaal. Kijk nou. Zijn er goed wat kip in, hè? Zal ik dit er eens in gooien? Die kippen horen piepen. Die kippen zijn aan het piepen omdat ze hun moeder hebben opgevreten. Daarom zijn ze aan het piepen. Ja, nu heb je spijt, hè? Dat je je moeder hebt opgegeten. Hier, ze zijn nog bezig, weet je. Hier, kijk. Vreet je moeder maar op, ja. Shit, man. En maar piepen, en maar piepen. Ja, ja. Wie gaat er nou voor jullie zorgen? Nee, wijn maken. Oké, okay, je hebt, komt ie. Aardbeienwijn, abrikozenwijn. Met gedroogde abrikozen of verse abrikozen, of nog een keer abrikozen sherry, appelvlierbessenwijn, appelwijn. Zet nou even je hand daarop, op je logo. Ja? Oké. Okay. Bram en vlier. Ik ben op de boerderie. Ik heb hier mijn beste vriend gevonden. Brandnetelwijn. Dat is lekker, dat heeft mijn vader ook al eens gemaakt, brandnetelwijn. Keer. Notenwijn. Deze is niet zo gangster als mijn hond, maar hij is wel gangster. Ik zie het. Paardenbloemwijn. Hij ligt elke keer op mijn voeten, hij wil vrienden worden. Perenwijn lijkt me wel lekker. Perenwijn lijkt me ook wel lekker. Hey, heb je een nieuw konijn ook? Wat ga je daarin? Ik heb een kersen. Ah, daar gaat al over op, man. Oh, serieus. Ja, kan je kersenwijn maken? Dus de boerderie, daar hebben we krokodillen. Die zoeken al een hele avond ruzie met mij. We hebben een konijn ook waar niks in zit. Gay best friend nog wat te melden van deze avond? Nee, vandaag niet eigenlijk. Dat die hond opeens luistert. Heb je niks te melden? Een lekkere lange vinger. Sukkel. Vuurspugen. Ze eieren van de kippen meegenomen. En ze zijn gewoon nog warm. Dus die zitten nog een stukje anus aan. Hallo, ik zit het niet, maar... Shit, man. Je zou dit fucking eigenlijk kruip moeten schijten, man. Dat lijkt me gepijnlijk. Hoe dan? Echt? Kind. Ja, maar ik doe toch niet elke dag drie kinderen uitschijten? Nee, maar ik heb toch ook niet. Ja, maar die doen wij elke dag. Ik weet niet hoeveel eieren uitschijten. Volgens mij wel, hoor. Volgens mij leggen die elke dag eieren. Elke dag is eieren. Maar, ja. Een beetje medelijden. Ja, ik heb ook een beetje medelijden met die kippen. Maar hij vreet hun eigen moeder op. Zoek het uit.